We gaan beginnen. En daar zijn we weer met de 6e aflevering van de Campertrend Live Show. Welkom allemaal. In een kwartiertje ben je helemaal op de hoogte van het kampeernieuws van modeljaar 2020. Want daar zijn de caravan- en campermerken nu alweer mee bezig. Nou, zo is dat. En wij rijden van hot naar her om al die persconferenties te bezoeken met al die nieuwe modellen. Nou, er is echt heel veel nieuws te zien op camper- en caravangebied. En daar houden we je graag van op de hoogte. Nou, en like ook onze live show meteen even. Deel hem. Daar worden wij blij van. En je kunt er wat mee winnen, maar dat vertellen we je zo meteen. Eerst even voorstellen, ik ben Dick William Haring. En ik ben Jos Mark van Camping Trend. Onze liveshows kun je allemaal terugkijken hier op Facebook of nog stabieler en op 4K op YouTube. Even zoeken naar Camping Trend NL. Abonneer je dan meteen even en druk op dat belletje, want dan krijg je automatisch een seintje wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. Nou, en in deze liveshow hebben we echt heel veel kampeernieuws. Vooral over vouwwagens. Maar we hebben ook net hobby caravans achter de rug. En Josje laat er nog even een paar foto's van zien. En daar komen we later ook nog even op terug. We hebben ook nieuws van Adria Campers. Maar we starten met vouwwagens. En daarna laat Josje je meteen zien wat je in deze aflevering weer kunt winnen. In deze video hebben we het over vouwwagens en die zijn populairder dan ooit. En dat komt ook omdat de tijd bepaald niet heeft stilgestaan, want in de afgelopen 5, 6 jaar is er nogal wat gebeurd. Er zijn veel nieuwe merken bijgekomen met frisse ideeën zoals Tree Dog, Kampwerk en Kampoes, maar ook bestaande merken zoals Cabanon, Alpencruiser, Camplet, Holtkamper, die hebben nogal wat aan innovatie gedaan. En zo komt het ook dat veel vouwwagens van toen nu vaak een tenttrailer worden genoemd. En dat past ook wat beter bij het stoere, avontuurlijke uiterlijk van die wagens. Maar het is veel meer dan de buitenkant. Want ook van binnen ontbreekt het je aan niks. Lattenbodems, comfortmatrassen, luxe buitenkeukens. Sommige vouwwagens hebben zelfs dezelfde luxe als een caravan, maar voor een fractie van de prijs. En daarbij komt dat die lichte karretjes bijna achter elke auto passen. Je voelt niet eens dat er wat achter de auto hangt. En dat Mikado van vroeger, dat harnas met die tentstokken, je weet misschien nog wel, met een gekleurd stickertje, dat is echt helemaal voorbij. De afgelopen jaren is er enorm geïnvesteerd in nieuwe opzetsystemen, waarbij het soms een kwestie van minuten is om zo'n vouwwagen overeind te trekken. Of zelfs op te blazen, want sommige merken werken met luchtslangen. Daar komt geen tentstok meer aan te pas. En die geur van het tentdoek, wakker worden met het geluid van de vogeltjes, zo is kamperen gewoon bedoeld. En wil je nou meer weten over vouwwagens? Kijk dan eens op www.camptogo.nl. De Adria Compact is een van de populaire series van deze Sloveense camperfabrikant. Dat komt, zijn naam zegt het al, door de compacte afmetingen. Met zijn 2,12 meter is hij maar 7 centimeter breder dan een buscamper. En dat zorgt ervoor dat je wel heel makkelijk over de kleinste weggetjes of door het drukke stadsverkeer kunt sturen. Het voordeel ten opzichte van een buscamper zijn de rechte wanden, waardoor je met name in de bovenkastjes veel meer ruimte hebt. En die 7 centimeter extra breedte, dat merk je binnen natuurlijk ook. Deze compacte halfintegraal heeft eigenlijk alles wat zijn grote broers ook hebben. Alles zit aan boord. Een lekker woongedeelte, bedden met een lengte van ruim boven de 2 meter, een slimme badkamer waarin zowel de douche als het toilet zijn verwerkt. Met een draaiwand kun je hier prima in douchen. Nieuwe slimme details in de compactserie vind je in de inrichting van de garage. Met daarin nu een 230 volt aansluiting, 12 volt en USB. Helemaal uitgerust om onderweg de e-bikes te kunnen laden. De Compact is leverbaar in 3 uitvoeringen. In de basisuitvoering is dat de Access, gebouwd op Citroën. Een stapje hoger is de Plus, op Fiat Ducato. En de meest luxe uitvoering is de Supreme, ook op Fiat, waarin zelfs vloeistofverwarming zit. Ideaal als je mee op de wintersport wilt. En op onze wensenlijst staat de Compact DL. Die heeft enkele bedden waar je een groot tweepersoonsbed van kunt maken, maar kijk vooral eens naar het woongedeelte. Met 2 loungebanken tegenover elkaar. Dat geeft echt heel veel ruimtegevoel. En dat op nog geen 7 meter. En wil je nou echt compact gaan, dan kies je voor de Compact SP. Met een heerlijk knus dwarsbed achterin en een lengte van niet meer dan 5,99 meter. Prijzen? De Compact serie van Adria begint bij zo'n 66.000 euro. En deze 8 afleveringen mogen we iedere week iets van Giemech weggeven. Dit keer Wash & Clean, een hele set. Met een microvezelspons, nou, daar kan je super mooie caravan mee poetsen. Een handwasborstel en een pro-borstel met van die zijdingetjes eraan. En een messingkoppeling. Nou, wat moeten mensen er eigenlijk voor doen?
Nou, mooie set, Jos. Al je vrienden zullen jaloers zijn op deze Borstel set. Dus zo krijg jij je kale bolletje mooi glimmend. Dat dacht ik wel. Kwestie van poetsen, hè? Nou, die Borstel set die kun je dus ook gewoon winnen. En dat is heel simpel. Geef deze liveshow een like. Duim omhoog en vooral delen met je kampeervrienden hier op Facebook. Nou, dan kan iedereen zien dat jij een echte kampeerfanaat bent. En wie weet win jij wel die mooie Borstel set en krijg je net zo'n mooie glimmende bol als mijn blonde vriendin hier naast me. Handig voor de caravan of om de camper mee te soppen. Vorige week kon je 2 campingstoelen winnen en de gelukkige winnaar maken we aan het einde van deze uitzending bekend. Blijf dus even hangen, misschien verschijnt jouw naam wel in beeld. Nou, dan gaan we nu verder met de eerste serie video's. We gaan kamperen bij de boer. Jos laat zien wat voor mooie coolboxen er zijn. Handig voor in de voortent. En we gaan lekker kokkerellen op onze Kadak City Chef die je ook kunt winnen. Kijk maar mee, we vertellen je zo hoe dat gaat. Eerst kamperen tussen de koeien. Moe. De geur van vers gemaaid gras, uren luisteren naar de stilte en genieten van een prachtige sterrenhemel. Daarvoor ga je naar een VKBO camping. VKBO is begin jaren 70 opgericht door een groep samenwerkende kampeerboeren. Maar VKBO gaat verder dan boerencampings. Want er zijn ook bed and breakfasts aangesloten, vakantiehuizen en groepsaccommodaties. Fijn als je er even spontaan tussenuit wilt. Of als opa en oma komen logeren terwijl jij zelf samen of met je gezin op een camping staat. Dan slapen opa en oma spannend in een oude hooischuur bijvoorbeeld of in een pipowagen. Het unieke van de VKBO locaties is dat het allemaal boerenbedrijven zijn of voormalige boerenbedrijven. Fruitkwekers, veeboeren, dichter bij de natuur kan haast niet. En door de kleinschaligheid is ook de gastvrijheid gegarandeerd. Bij VKBO voel je je echte gast met persoonlijke aandacht. Wil je daar nou meer over weten? Op vkbo.nl vind je alle informatie en je kunt direct een aanvraag doen. Bijvoorbeeld voor een paar nachten met z'n tweetjes in een romantische bed and breakfast. Een weekje op de camping aan de kust. Of een gezellig familieweekend in een groepsaccommodatie. Misschien ken je dat nog wel, dat gehannes met grote blokken ijs die op de camping werden verkocht. Nou, dat is natuurlijk al lang history. Tegenwoordig gaat de koelkast gewoon mee. In de caravan of camper zit hij natuurlijk ingebouwd, maar als je met de tent of vouwwagen op vakantie gaat, ja, dan ben je aangewezen op een losse koelbox. Maar ook met de caravan is zo'n losse koelbox best nog wel handig. In de auto bijvoorbeeld of in de voortent. Zo hou je koude drankjes lekker onder handbereik. Er zijn verschillende types koelboxen. Absorptiekoelbox bijvoorbeeld. Maar als je er echt eentje wil met spierballen, dan koop je het beste een compressorkoelbox. Die is niet afhankelijk van de buitentemperatuur en hij blijft het dus ook doen op die snikhete dagen in bijvoorbeeld Toscane en aan de Spaanse costa's. Wat mis ik hier? Terwijl je absorptiekoelbox op een snikhete dag echt alle zeilen bij moet zetten en dan doet die compressorkoelkast het gewoon nog heerlijk. Nou, dit is de MHC40 van Mestic en dat is zo'n compressorkoelbox. Hij doet het op 230 volt, handig op de camping en hij werkt ook op 12 volt. En daarom noemen ze dit soort koelboxen ook wel hybrides. Voordeel van die 12 volt is dat je hem ook onderweg kan gebruiken als je naar de vakantiebestemming rijdt. Drankjes en etenswaren voor onderweg, maar eventueel ook medicijnen, die hou je dus lekker koel en onder handbereik in de auto. Op 12 volt is het een thermo-elektrische koelbox en dan koelt hij tot 20 graden onder de buitentemperatuur. Als het in de auto 25 graden is, dan koelt hij de koelbox dus tot 5 graden. Eenmaal op de camping aan 32 volt is het opeens een compressorkoelbox en kun je zelfs vriezen tot min 15 graden. Ideaal voor je eigen ijsblokjes dus. De koelbox heeft een inhoud van 40 liter en er passen zelfs 2 liter flessen in. Adviesprijs 279,95. Dat was weer lekker. Goed om te weten
Alle gerechten van onze live show maken we op de Kadak City Chef. En als je abonneert op het YouTube kanaal van Camping Trend, campingtrend.nl, dan maak je kans om te winnen. Kleine moeite, groot plezier. Nou, en als je toch abonneert op YouTube, dan druk je gelijk even op dat belletje. Dan krijg je meteen een seintje zodra wij een nieuw filmpje posten. Nou, wij gaan verder met de vouwwagens. Ik bekijk de Holtkamper Cocoon en we hebben nog een handige stalling ontdekt voor je vouwwagen. Dit is de Holtkamper Cocoon. Een gouden ouwe uit de Holtkamper tent trailer familie. En een oer-Hollands product. Maar die gouden ouwe is nu drastisch vernieuwd, onder meer qua opzetgemak. Nou, wat gebleven is, is het bijzondere opzetsysteem met onder meer carbon frames, waarmee je supersnel staat. Je blijft zelfs droog als je hem in de regen opzet. En die hele tent is van het beste kwaliteit Egyptisch katoen. Perfect ademend en zo klein geweven dat de regendruppels er vanaf blijven afparelen. De cocoon heeft een stormvaste tent en eigenlijk heb je niet eens haringen nodig, want ook zonder blijft die prima staan. Het opzetgemak is dus echt gigantisch. Binnen 20 minuutjes staat hij helemaal overeind. Binnen is er veel leefruimte met een vast kuip grondzeil. En tijdens het opzetten en invouwen vouwt dat zeil mee, zodat je tent niet vuil wordt. In de muggenvrije slaapcabine zien we comfortabele bedden met geïsoleerde lattenbodems. En die cocoon is een prima vouwwagen voor als je met je tweetjes op stap gaat. Maar optioneel kun je hem uitbreiden tot 4 of zelfs 5 slaapplaatsen. Nou, dan kunnen de kinderen dus ook gewoon mee. Een echte Holtkamper uitvinding is het Membrane Airco systeem. Boven de 30 graden zet je gewoon het dak open, waardoor de hete lucht verdwijnt. En via het dubbele dak wordt er dan koelere lucht naar binnen gezogen. Zodat er een lekker briesje ontstaat en het binnen dus lekker aangenaam is op warme dagen. Bij de Holtkamper Cocoon kun je kiezen uit verschillende keukens. Een vaste keuken die aan de wagenbak wordt gemonteerd. Of juist een mobiele keuken die je overal kunt neerzetten. Het voordeel van zo'n tenttrailer is dat die achter bijna elke auto past. Je kunt hem beladen tot 750 kilo en je voelt dus eigenlijk niet eens dat hij achter de auto hangt. De cocoon is gebouwd op een geremd Alco chassis. En de prijs van deze alleskunner? Vanaf €12.995. De vouwwagenspecialist in Boksel is, de naam zegt het al, helemaal gefocust op de vouwwagen. Je kunt er terecht voor nieuwe modellen of gebruikte en ze hebben ook wagens in de verhuur. Het bedrijf is dealer van de merken Camplet, Combicamp, Raclette en Trigano. Maar in de 3000 vierkante meter grote showroom staan ook de kleine caravans van Kip, de Shelter en de Compact. Behalve voor onderhoud, reparaties, aanpassingen of accessoires kun je hier terecht voor winterstalling. Daar staat je vakantieknuffel in de wintermaanden lekker warm en je kunt meteen het onderhoud laten uitvoeren of extra accessoires laten monteren. Voor de winterstalling kun je je vouwwagen sowieso onbeperkt halen en brengen. Daar zit geen maximum aan. Voor de stalling heeft de vouwwagenspecialist 3 pakketten ontwikkeld. Het basic stallingspakket met veilige opslag en controle van de banden, plus verlichting als je vertrekt. Vervolgens hebben we het Plus winterstallingspakket, waarbij er bovenop de banden en verlichtingscontrole ook een servicebeurt is inbegrepen. En tenslotte is er het Excellent pakket voor de winterstalling, waarbij ook de gehele tent van de vouwwagen wordt gecontroleerd en waarbij de gesloten wagen wordt gewassen. Prijzen starten vanaf €24 per maand. Met andere woorden, bij de vouwwagenspecialist ben je van A tot Z onder de pannen. Van huur, aanschaf tot onderhoud en winterstalling. Nou, handig hoor Jos, altijd je vouwwagen bij de hand. Warm en droog en als er wat moet gebeuren, dan fixen ze dat meteen even voor je. Maar daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze Camping Trend Live Show. Nou, en de winnaar van die fantastische campingstoelen van vorige week, die zie je hieronder in beeld verschijnen. Van harte gefeliciteerd en laat even wat van je horen in de comments, zodat we die prijs ook naar je kunnen opsturen. En de prijswinnaar van de Wash & Clean Borstel Set, ik heb hem zelf ook, dat hoor je volgende week. Nou, deze live show die kun je straks terugkijken. Dat kan hier al op Facebook. Maar nog beter, op YouTube heb je hem in een hogere resolutie en minder storingen. Nou, meteen even abonneren als je op YouTube bent. En druk dan op dat belletje, dan mis je geen enkel kampeernieuwtje meer van ons. En misschien win je dan dat Kadak buitenkooktoestel. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Camping Trend live show. Zelfde tijd, dinsdagavond 7 uur, andere plaats. En voor nu zeggen we bedankt voor het kijken en tot volgende week.